Nou, ik heb honger. Perfecte timing. Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. In deze video gaan Larissa en ik proeven. Eten. Laatst zaten we op onze boodschappen-app te kijken en toen ontdekten we allemaal nieuwe producten. En nu hebben we er wel eens dat vaker, dat we iets nieuws zien, dat we iets hebben van goh, zou dat wat zijn? Ik durf het niet zo heel goed aan. Maar in deze video doen we het allemaal. Ja, we hebben gewoon alle producten die voor ons nieuw zijn en waarvan wij de verpakking gewoon interessant vonden of het product. Die hebben we gewoon besteld. Wij shoppen dus via Picnic bijvoorbeeld, maar veel van die producten kan je waarschijnlijk ook wel krijgen bij een andere supermarkt. En we dachten ja, het is wel leuk om dat eventjes te testen in deze video. En voor ons extra leuk, ja ik weet niet, ik word helemaal excited van alle producten die we hebben besteld. Ben je ook benieuwd naar welke producten wij nu gaan proeven en wat we ervan vinden? Blijf dan vooral kijken. Geef me ook alvast een duimpje omhoog en ik zou zeggen, laten we beginnen. Nou, dit zijn allemaal drankjes die wij tegenkwamen in de app. En het heet dus That's Pretty Savvy Vitamin Water. Ja, het klinkt echt heel erg leuk sowieso. Ja, ik moet zeggen, we waren al een beetje geswicht door de verpakking. Omdat het gewoon grappig klonk. En er staat dus ook per smaak een ander tekstje nog boven. Er staat, there's a fitness guru in India that drinks this. Just saying. While everybody was kung fu fighting, some of us were actually kicking it. Wij zijn gewoon heel gevoelig voor verpakkingen. Dus dat is eigenlijk ook wel gewoon voornamelijk de reden dat we deze hebben geprobeerd. Ja. Voor de rest is het dus vitamin water met 20 calorieën, geen toegevoegd suiker. Wel zoetstoffen. Ja, hij is vegan en gluten free. Wij hebben hiervoor betaald €1,80 en er zit 500 milliliter in. Dus het is niet per se goedkoop. Cheers! Zo, hoe is het best wel smaak? Dat is best wel zoet of zo. Best wel lekker. Ik had zeg maar bij vitamineswaters is het soms echt wel heel waterig. Dit is totaal niet. Firestarter is goedgekeurd. Soul cleanser. Kan ik ook wel gebruiken. Oeh, zo. Maar er zit ook er zit ook kleurstof in, hè, geloof ik. Even kijken. Ja, oh nee, carotene. Ah, deze heeft ook wel weer echt veel smaak. Wow, die doet me denken aan Capri Sun. Ah, ik moet zeggen, tot nu toe ben ik wel echt... Ja, ik te spreken. Het is niet teleurstellend. Zou deze groen zijn? Ja, denk heel apart kleurtje wel. Ja, een beetje appels, maar met iets anders of zo. Oh, deze is best wel lekker. Ik vond ze allemaal wel lekker eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat als je echt niet zo goed bent in water drinken, kan dit een interessante vervanger zijn. Gewoon water is natuurlijk het allerbeste. Maar verpakking is ook heel erg leuk. En er zit ook best wel wat in, vind ik. Ja. Nou, naar het volgende item. Mijn stem gaat een beetje ervan weg. Zijn we heel erg benieuwd en enthousiast. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat toen we het binnenkregen, hadden we echt iets van... Wat? Zo klein. Zo klein. We dachten dat we gewoon echt een vet grote Ben & Jerry's size pint product zouden krijgen. Ja. We hadden op zich even kunnen kijken naar de hoeveelheid, maar dat hebben we niet gedaan. Eetbaar cakebeslag in de smaak vanille. En daar zijn we echt heel erg benieuwd naar. Van wat is dat nou? Is dat überhaupt lekker? Dus dit moesten we echt toevoegen aan deze video. Ja, ik ga ervan uit dat het wel lekker is. Er staat ook heel duidelijk op no ice cream. Ik denk dat er misschien in het verleden wat verwarring is ontstaan. Hele schattige verpakking. Oh. Ja, het lijkt toch op cakebeslag. Oké, eerst even proeven. Oh my god. Dit is holy echt... shit. Ja. Oh, ik weet niet. Altijd. Ik had wel een verwachting, maar deze heeft mijn verwachtingen overtroffen. Want ik dacht eerst van, waarom zou je dit kopen? Je kan het gewoon een cake bakken en dan snoepen. Maar nu neem ik een hap, denk ik ja. Ja, maar even serieus. Zoveel moeite. Je wil alleen dit. Ja, je wilt ook niet groter dan dit. Maar ik wil nog wel even één dingetje. Maar je wil je niet meer van dan dit. Nee, klopt. Mmm. Oh my god. Oh, en leuk om te weten is ook dat je deze cakebeslag ook in de smaak cookie dough hebt. Nou, wilden we die echt heel graag hebben, maar die werd steeds niet geleverd. Dus we hebben het even alleen op vanille gehouden. Maar vanille is ook echt... Oh my god. Deze is echt lekker. Dat had ik echt niet verwacht. Oh, trouwens, ik denk dat hieronder nog een lepeltje zit. Ja. Oh my god. Dus ik kan het ook gewoon meenemen. Zit je in de trein onderweg naar school of werk? Ja, maar het is ook klein genoeg dat je zo even in je handtas kan doen. En dan zo even stiekem zo'n cakebeslag gaan nemen. En de prijs van dit cakebeslag is €2,29. En je krijgt in dit bakje 95 gram. Dan hebben we hier nog een keer een pot met deeg. Maar dan kruidnotendeeg. En dit is wel een bake-off. Het is van de Maro Banketbakkerij. En deze kost €2,99. Voor echt een flinke pot voor van 500 gram. Dus dat is best wel wat, denk ik. We gaan deze natuurlijk eventjes afbakken, want we willen wel even testen of het lekker is. Maar Larissa die zei net al, wow. Ja, ruikt dat? Oh, maar goed. Kruidig al. Oh, het ruikt lekker.
Ah, het is wat steviger als die andere. We gaan dat gewoon even rauw eten, maar eigenlijk is het niet wat ze aanraden. Lekker. Mm. Wij gaan deze afbakken en dan laten wij je weten of deze heel erg lekker is. Nou, ik pak eventjes wat eruit met de lepel, want je kon het uitrollen, maar daar hebben we geen zin in. En dan kleine bolletjes. Dit is waarschijnlijk al te groot. We mogen nu helemaal zelf bepalen hoe groot onze kruidnoten worden, dus dat is dan wel leuk. Dit zijn al onze kruidnoten. En moet je kijken, we hebben echt nog heel veel deeg over. Nou, we kunnen niet wachten om ze te proeven. Dus we schuiven ze snel in de oven. We zijn een aantal minuutjes verder en de pepernoten zijn uit de oven gehaald. Tada! Cheerio. Ze ruiken in ieder geval lekker. Ja? Oh. Zo. Oh. Mmm. Lekker. Ja. We hebben wel eens eerder pepernoten gemaakt. Dat is niet hetzelfde. Nou, ik vind de pepernoten echt super goed gelukt. Ze zijn echt lekker. En het is ook lekker dat ze warm zijn. Volgende item is in hetzelfde thema. We hebben hier namelijk een pepernotenbrood met spijs. En deze heeft wel echt het picknick logotje, maar ik kan me heel goed voorstellen dat misschien andere supermarkten ook zo'n brood in de schappen hebben. Ja, weet ik niet zeker eigenlijk, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, inderdaad. Dus ik ben er echt super benieuwd naar. Ik ben al zelf wel heel erg dol op van dat spijsbrood of krentenbrood met spijs. Dus dat ze nu pepernoten, denk ik, hebben toegevoegd, kan er een soort van lekkere crunch geven. Dus ik ben echt super benieuwd. Crunch? Denk je dat er stukjes in zitten? Ik denk gewoon kruiden. Oh, ik had zo'n idee van hier zitten hele pepernoten in. Maar dat blijft inderdaad als je het bakt misschien nooit crunchy of zo. We doen het gewoon wel eventjes zo moeilijk zonder tafel. Ja, toch? Het staat wel echt fantastisch, hè, op zo'n houten plank. Nu is het moment of truth. Ja. Zitten wat er pepernoten? Zou pepernoten spijs zijn? Ja. Oh, je had nog gelijk ook volgens mij. Ja, volgens mij zijn het hele pepernoten die ze erin hebben gedaan. Het ruikt wel een beetje ergens, wel een beetje kruidenachtig. En ik zag op de verpakking al kruiden staan. En er zitten geen rozijnen in, dus daar ben jij heel blij mee. Wat doen jullie altijd met jullie spijs? Larissa en ik die haalt er vaak uit. En dan smeren we het over dat brood heen. Wat ik het allerlekkerste vind met dit brood, het sneetje ga ik even in de grill doen of de toaster. En dan doe je de spijs. Ja. Dat is echt het allerlekkerste, want dit brood is vaak wel een beetje plakkerig. Cheers! Ik vind het heel lekker. Ja. Ik vind het ook kruidiger. Ja. Ik vind het denk ik lekkerder dan gewoon spijsbrood. Ja, het is echt veel warmer qua smaak. Ja, er zitten gewoon heel al die warme kruidnoten kruiden. Dus kaneel, kruidnagel. Lekker. Ik vind het toch leuk dat je nog wat kruidnoten ziet zitten. Ja. Ik hoop voor jullie allemaal dat je het ook gewoon bij andere supermarkten kunt vinden. Anders moet je gewoon even via Picnic bestellen. Want dat is echt heel erg lekker. En het kost €3,25 voor een broodje van 500 gram. De volgende producten zijn van het merk Violife, vegan zuivelproducten. We hebben dit nog nooit geprobeerd en we waren wel heel erg benieuwd naar, omdat we eigenlijk liever geen zuivel meer drinken, eten, dat soort dingen. Nog steeds doe ik het wel af en toe, ik eet gewoon nog kaas. Maar ja, ik vind het wel leuk om te kijken alvast naar alternatieven. Ja, zeker. Ik heb hier als eerste de mozzarella flavor grated. 200 gram en dat kost €2,99. En dan hebben we hier de Greek white blok. Dit moet dus lijken op feta, denk ik. En dat is 200 gram, kost €2,89. En dan hebben we hier ook nog de creamy original flavor. Deze kost €2,82. Ik denk dat het lijkt op roomkaas of misschien op crème fraîche. Het is vrij van soja, gluten, lactose, noten en conserveringsmiddelen. Oh, okay. Gemaakt van kokosolie. Oh, het ruikt gewoon hoe zeg je dat? Melkerig of zo. We gaan even een klein hapje hier. Hapje. Dit is echt creamy ten eerste. Ik proef heel lichtjes de kokos. Ja. Toch wel. Maar hij heeft wel een beetje dat zure van een crème fraîche, maar dan ietsje steviger. De textuur is echt super romig. En ik kan me voorstellen dat dit een hele goede vervanger is voor dus inderdaad crème fraîche. Misschien kan je het wel gebruiken om een romige pasta te maken of zo. Ja, ik moet zeggen, ik ben niet echt oud. Ik ben best wel, ja. Dan hebben we hier de Greek white blok. Oftewel, ja, een soort van dupe van de feta waarschijnlijk. Mm-hmm. Oh, zo, op het eerste zie ik dat hij best wel een goede textuur heeft. Hij is iets minder kruimelig. Ja, hij is iets romiger. Wow. Dit smaakt gewoon naar feta. Het heeft ook die smaak die ik dus eigenlijk niet zo heel erg lekker vind van feta. En ik vind het persoonlijk niet heel erg dat hij iets minder kruimelig is. Nee, dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ja, we hebben laatst wel bij een zaakje in Utrecht gegeten waar we ook een... Was het een geitenkaas? Een vegan ook geitenkaas? Ook een vegan geitenkaas kregen. Daar waren we ook heel erg van onder de indruk. Maar het lijkt echt heel erg hierop. Ja, ik vind het wel lekker. Dit is echt een hele goede vervanger. Alright, nu ben ik extra excited om die te proeven. Ik...
eet geen ongesmolten kaas. Maar aangezien dit dus geen kaas is, moet ik het wel proberen. Maar ik vind het tegelijkertijd een beetje spannend. Het heeft wel dezelfde smaak voor kaas natuurlijk. Ja, mijn god. Taar, dit is echt voor mij heel... Het ruikt niet naar kaas, hoor. Jawel, maar iets minder heftig, maar wel kazig. Van popcorn met kaas? Ja, oh ja, ja. Goeie. Ik doe er even één, ja. Eén? Ja, dat kan je toch niet eens proeven? Jawel. Oké. Nou, gaan we. Nou, ik vind het wel heel erg naar kaas smaken, maar het overtreft niet kaas. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dit kan zien als een hele goede vervanger. Zo, dit zijn hele simpele pizzabroodjes. We hebben ze even doorgesneden, besmeerd met tomatenpuree. En nu gaan wij de geraspte mozzarella flavored grated kaas erop strooien. Zo. Ja, en deze gaan dus ongeveer 10 minuutjes, kwartiertje in een oven. Oh! Huh? Wat is hiermee gebeurd? Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit, maar misschien is het wel lekker. Tijd om te proeven. Ik heb nu het broodje doorgebeten, dus dan zie je hier dat het echt super juicy is eigenlijk. Want dat is toch wel heel erg gesmolten. Oh, dat zag er echt vies uit op beeld trouwens. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik voel het ook best wel heel erg aan tanden en mijn tandvlees kleven. Mm-hmm. Ja. Qua smaak best wel oké. Het plakt heel erg. Ik ben niet super fan, maar ik ben ook niet... Ik vind het niet vreselijk. Nee, het is niet vreselijk. Maar ik vind het een beetje weird vooral. Een beetje raar. En wat ik trouwens ook moet zeggen is dat kaas gewoon echt niet wilde smelten. Dus ik heb het veel langer in de oven gelaten. Omdat ik toch wel een beetje die kaas wilde laten smelten. En nu alsnog zie je dat het niet... volledig gesmolten is. Dus ja, dat. Dan vond ik hem eigenlijk lekkerder smaken toen hij niet gesmolten was. Ja. Nou, het volgende product die hebben we eigenlijk uitgekozen vanwege de verpakking. Want deze is gewoon super leuk en kleurrijk. Met allemaal bloemetjes erop en regenboogjes. Dus dit is inderdaad een pakje boter. Hoe we dit gaan proeven, geen idee. Larissa houdt niet van boter. En ik ben ook niet echt van plan om een lepel boter te gaan nemen. Niet? Oh. Nee. Dit is dus ook een vegan product. Het is niet gemaakt met palm, maar met shea boter. Cheers. Cheers. Ik proef eigenlijk vooral dat het lekker was. Ik doe dit. Het is echt boter. Ja. Het smaakt echt naar boter, vind ik. Nou ja, ik ben blij dat het ook gewoon een prima product is. En dus ook weer een hele goede vervanger. Dus je proeft het er echt niet aan af. Ja, en het smeert lekker en een leuke verpakking. De verpakking is toch leuk en vrolijk? Hierin zit 250 gram en het kost €1,40. Het volgende item is deze tortilla. En dit is de paprika en chili tortilla. En dit is van het merk No Fairy Tales. Er waren meerdere varianten van. Uit mijn hoofd hadden ze ook wortel en beets. Deze kan je dus ook bij de Albert Heijn krijgen. En elke keer loop ik langs het schap, zeg maar. En dan zie ik hem. En dan denk ik, oh ja. En dan neem ik het niet mee. Dus daarom vind ik het ook gewoon leuk om deze video te doen. Want nu hadden we gewoon zoiets van, we kopen het gewoon. We kijken wel. Misschien is het lekker, misschien niet. Ja, op de voorkant staat 45% groenten. Een bron van vezels. Zo, oh. Nou, zo ziet hij eruit. Hij is echt super enorm oranje. Ja, het is... Ruikt een beetje naar cavia voor. Oeh, een klein beetje kik. De chili proef ik hier nu. Nou, ik proef eigenlijk helemaal niks van die paprika. Dus als ik het zeg maar blind zou proeven, dan zou ik iets hebben van, nou, het is een beetje wat heter. Ja, maar de paprika proef je toch wel? Dat rokerige? Nou, niet zo goed. Nee? Nou, er zitten er 5 in de verpakking. Het kost €2,66. Dus het ligt ietsje hoger dan de normale. Maar hier zit dan wel 45% groente in verwerkt. Oké, we gaan de wraps nu vullen. Zodat we even iets beter kunnen proeven hoe dat nou uiteindelijk gaat smaken. Dus we hebben allemaal dingetjes zoals sla en tomaatjes. We gaan deze er ook nog op smeren. En dit er bovenop doen. Lekkere vegan wrap. Vegan wrap, ja. Hij is heel oranje. Of hij nog een beetje pittig is. Ik weet niet. Het smaakt zo gezond. Ja. Nou, wat Larissa zegt, vind ik ook. Want hij ruikt heel gezond. Ik weet niet, ik heb zoiets van, doe mij maar gewoon de normale tortilla. Ik merk nu dat ik, merk nu meer dat ik een groente tortilla eet dan hiervoor of zo. Ja, toen je het alleen was. En ik zit ook te denken van, waarom zou ik dat willen als ik ook een normale wrap kan volstouwen met heel veel groenten. Voor mij is het heel eventjes dat ik denk, niet voor herhaling vatbaar. Ja. Maar ik vind hem niet vreselijk. Nee, het is niet vreselijk. Het is best een prima ding. En ik denk als jouw kinderen voor hun meter groentes eten, dat ook wel een goede optie kan zijn. Voor vezels. Ja, en ik mag als volwassene best wel wat meer vezels eten. Dus misschien is het wel een uitkomst voor mij. Dan hebben we hier Jesper's Nieuwe Natuur Granola. En dat is natuurlijk geen nieuw product of zo. Dat kennen we natuurlijk al. Maar dit was ook weer een kwestie van, we zijn gevallen voor de verpakking. Hij is lekker, ja, een beetje minimalistisch eigenlijk. Wel gewoon aesthetically pleasing voor in je keuken. Deze die is €3,69 voor 400 gram. Dus het is niet de meest goedkope granola ever. Wij hebben de
smaak kerstkokos genomen. Nou, doe maar eventjes een beetje zo in mijn hand. Dat denk ik het makkelijkste. Crunchy. Super crunchy. Want wat heel opvallend is misschien, is dat het minder zoet is. Maar dat komt omdat normaal gesproken dan maken ze dat best wel zoet met heel veel suiker, heel veel honing. Dit hebben ze knapperig gemaakt met vruchten. Ze gebruiken de overgebleven groenten en fruit voor het coaten van de havervlokken. En de doppen van de cashewnoten, die gebruiken ze voor het opwekken van bio-energie. Dit is gewoon zo'n merk of gewoon een product waar je kan er eigenlijk gewoon niet tegen ingaan dat het goed is. Er zit geen zooi in, er zitten geen conserveringsmiddelen in, geen slechte suiker. Ja, ik moet zeggen dat ik hier wel dat ik wel enthousiast ben. Ik vind de verpakking gewoon nogmaals, ik moet echt ophouden met mezelf 100 keer herhalen, maar die vind ik leuk. Hoe ze het hebben gemaakt is interessant. Gewoon lekker. Cool. En ik hou zelf ook niet van mega zoet, dus dat vind ik het ook wel lekker. Dan gaan we nu naar minder gezond, maar wel heel erg lekker. Want een tijdje geleden hadden wij de Action Shop nog online gezet en toen hadden wij... Was het pretzel of niet? Nee, we hadden caramel croquant of zo. En toen had iemand een comment achtergelaten met dat er ook een salted caramel M&M was. Zijn ze nou weer stoffig of niet? Jawel. Waarom? Cheerios. Zullen vast wel goed zijn. Waar is de zout? Ik had verwacht dat ze heel erg zouden lijken op die andere. Ik snap wel dat ze die andere caramel krokant noemen, want die was inderdaad, je nam een hap, je brak bijna je kies eraf. Nee, is wat zachter, maar ik vind het niet salted. Op het allerlaatste dan proef je heel klein beetje zout. Vind je hem lekkerder dan die andere? Nee, volgens mij niet. Nee? Ik wel. Had een iets meer zout hiervan gewild, omdat ik die combinatie van zout en zoet heel erg lekker vind. Maar dat mis ik hier wel een heel klein beetje. Ik dacht, misschien zit het zout aan de buitenkant. Ik weet niet wat het is met die M&M's, maar die zijn blijkbaar gewoon allemaal stoffig. Maar dat komt denk ik omdat ze zo rollen. Ja. En dan... De M&M's Salted Caramel zat in een wat kleiner zakje van 255 gram. Deze kost €2,96. Volgens mij is dat wel redelijk normaal, toch? Of niet? Nou, weet ik niet. Ik vind het best wel duur eigenlijk. Hij vervangt voor mij niet de gele M&M's met nootjes. Maar waarom zouden ze geen M&M pepernoot maken? Dat zou echt een goede zijn. Moving on, want we hebben nog wat zoets. Is dit een nieuw product? Ik zag het en ik dacht, nou even normaal doen. Hoezo? Nou, hoezo? Okay. We hebben hier de Mentos, choco en karamel. Witte chocola, hè? Is heel belangrijk. Want je had ook de donkere chocola, maar ik dacht weer wit. Rustig. Ja, Mentos is voor mij gewoon de lekkere minty, hoe noemen die dingen? Pastilles. Pastilles. Dat is voor mij Mentos. Of de fruit. Of de fruit. Die maar ik bedoel, super lekker. We hebben wel eens die met karamel en chocola gehad, toch? Of is het een heel ander merk? Of een heel ander product? Maar er zit geen mint meer in, hè? Ja, maar je moet dat hele mint idee loslaten. Ja, maar daar heb ik moeite mee. Hey, lijkt dat niet een beetje op die... Het is een beetje ongemakkelijk. Die andere. Bertus Original. Ja. Oh, dat bedoel ik. Oh, maar dat vind ik wel lekker. Die Bertus Original. Oh. Waar is de chocola nou? Ja, die zit erin. Dat is kruimelige. Ik ben geen fan. Karamel smaakt niet genoeg karamel. En de chocola smaakt echt niet naar chocola. Om de verpakking komt er een hele rivier aan witte chocolade uit. Sorry, maar dit waren gewoon van die klontjes. Mocht je ondanks onze niet heel enthousiaste reactie toch nog geïnteresseerd zijn, dan kost het €1,74 voor 3 rolletjes. Ja, nou ja, dat is op zich wel haalbaar te doen, toch? Gaan we door met weer iets waar wij gewoon heel erg voor de verpakking zijn gevallen. Namelijk 2 zakjes met kruiden. Zeg ik de merknaam ook wel leuk vind. Ja. Het heet The Man with the Pan. Dit is een hele leuke naam inderdaad. En ik vraag me af, is dit een Nederlands merk? Ja, Gravendeel. Gravendeel. Oh, ja. The Man with the Pan had verschillende soorten zakjes. En we hebben hier gekozen voor de tzatziki herb mix. En jij hebt die hand. Guacamole. De guacamole. Euro. Een euro maar. Dus dat is best wel goed. We hebben een avocado. Dus ik zou zeggen, hier kunnen we lekker guacamole mee maken. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt met dit. We gaan aan de slag voor de guacamole. Moet je ruiken. Oeh. Lekker. Heel lekker hè. Want er zit in tomaat, knoflook, zeezout, ui, peterselie, prei en komijn. En dan ook nog wat citroensap. Ik had een beetje verwacht dat het gewoon heel erg Mexicaanse kruiden met avocado zou zijn. Maar nu alles bij elkaar. Ja. Komt wel echt in de buurt van als je het zelf maakt. Een soort makkelijke versie is van guac. Met dezelfde smaak als normale guacamole. Ja. Maar als je zou willen. Er zit wel uipoeder in. Maar als je zou willen zou je dat wel kunnen. Oh, het is best wel...
Dat is best wel lekker. Dat is wel verbazingwekkend goed. Ja. Nou, Larissa en ik worden altijd heel erg enthousiast van mooie verpakkingen, nieuwe producten. Dus ik vond het echt een super leuke video om op te nemen. Ja, ik denk eigenlijk het merendeel zijn we gewoon heel erg tevreden mee. Ziet er tof uit, het smaakt er goed. Ik ben ook heel erg benieuwd of jullie net zo enthousiast worden van verpakkingen en nieuwe producten proberen en dat soort dingen. Laat even weten in de reacties of je bijvoorbeeld een product al kende. Of dat we misschien iets hebben gemist waarvan je denkt, nou meiden, dit moet je ook echt proberen. Ja. Let me know. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen als je hem weer gezellig vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En we willen heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. En dan zien we natuurlijk heel snel over een paar dagen weer in een nieuwe video. Doei doei! Doei.